Het belangrijkste bij strip is dat je iemand het gevoel geeft dat ze de enige op de wereld is. Kopen een droom. Dames en heren, welkom bij Dutch Angle Film Reviews. Ik ben hier op het Rode Loper evenement van Onze Jongens. Dit is namelijk een sexy comedy over mannelijke strippers. Zoals jullie zien zijn hier behoorlijk wat euforische meisjes. Vooral voor de hoofdrolspelers zoals Jim Buckham. Maar wat ik me dus afvraag is, voor wie is deze film bedoeld? Afgezien van vrouwen natuurlijk. Zullen er ook mannen zijn van ons willen genieten? Vader en zoon relatie tussen Jim en mij, dat gaat niet goed. Dus hij gaat strippen ook en dat loopt ook uit de hand. Ja, zo gaat het eigenlijk een beetje. Mocht je wel van je ouders in een film spelen over strippers? Ja, tuurlijk mag ik dat. Mijn ouders zeggen altijd, als je plezier hebt, mag je natuurlijk altijd meedoen. Nou, het begon eigenlijk toen we Verliefd op Ibiza aan het opnemen waren. En op een gegeven moment moest Jan Kooijman daarin in zijn blote bovenlijf ingeolied worden. Het waren er 3 of 4 vrouwen op de set die begonnen te keren van, oh, mag ik dat doen? En die liepen achter Jan aan om dat klusje te klaren. En dat was het moment waarop ik dacht, wacht even, als 3 kerels achter een actrice waren aangelopen om haar in te smeren met olie, dan was je in de rechtszaal geëindigd. Dus er is blijkbaar iets veranderd in de man-vrouw verhouding. Daar begon ik over na te denken en dat werd uiteindelijk deze film, Onze Jongens. Die stripmoves uit de film, had je die al in bezit? Die had ik had zeker niet de stripmoves in bezit. Ik heb hele intensieve training gehad van Vincent Vianen, de choreograaf, en Noor Groen, assistent. Dat ging heel veel tijd te zitten, maar dat was heel leuk juist, want we hebben met alle jongens gewoon die hele periode samen beleefd. Normaal met een film, dan draai je en dan ben je binnen 1,5 maand klaar. Maar nu, ik heb hier 8 maanden over gedaan en dan krijg je zo'n goede band, zeg maar, en dat is heel leuk. Nou, het zijn gewoon natuurlijk echt dansen. Kijk, die film is zo goed, ook omdat dat het hele dansen, dat hele strippen, staat echt op een hoog niveau. Kijk, het is heel makkelijk om daar iets halfslachtigs van te maken en dan wordt het gewoon heel erg lelijk en heel stom vervelend. Maar dit is echt op een hoog niveau danswerk. Dus het is echt indrukwekkend. En had je zelf niet eigenlijk mee willen doen? Ja, ik doe ook wel een paar dingetjes mee. Hij doet mee. Ik zal je er verder... Ja, we gaan de film niet verklappen, maar... Nee, ik moet ook een paar keer. Ga maar kijken, dat is wel vrij treurig natuurlijk. Hè? Keer of 48. Nee, maar het is wel heel leuk om te doen. Dat is echt heel leuk om te doen. Nee, ik denk dat het me wel makkelijker heeft gemaakt dat ik een dansachtergrond heb. Maar dat betekent niet dat ik precies wist hoe je moest strippen. Strippen is toch wat anders. De motoriek zit in je lichaam. Maar strippen heeft te maken met een mentale knop die je om moet zetten. En gewoon moet denken, ik wil jou. Of iets of iemand mij over de streep moest trekken om in een film met strippers te spelen. Nee, daar was eigenlijk heel weinig overtuiging voor nodig. Ik hoorde dat het verhaal ging over strippende mannen. En ik zei al ja voordat ze het me gevraagd hadden. Voor mij was het heel leuk om qua rol technisch een keer echt iets te doen wat niet in mijn comfortzone ligt. En ook qua... Ja, mensen kennen mij gewoon niet zo, denk ik. Ook zeker wat ik gespeeld heb in het verleden. Dus ja, voor mij was het gewoon gelijk dat ik dacht van ja, dat wil ik echt graag doen en me instorten. Het was mijn eerste vaderrol, dus dat was ook heel bijzonder. Het lijkt me doodeng om deze rol te spelen, dus ik ben gewoon benieuwd hoe die jongens dat doen. Of je nog die scène een klein beetje ziet of niet, of dat ze zich vol geven. En ik vond Magic Mike vond ik eigenlijk een verrassend goede film. Dus ik ben benieuwd in hoeverre dit ook kwalitatief goed is. Komt ie, hè? Again? Ja. Hey. Hey. Ja, oké, ik hou het wel aan. Het enige bij ons, wij zijn er ook bij gaan zingen, maar voor de rest lijkt het er best wel op. Het lijkt, ja, eigenlijk is onze show gewoon een strip act, maar ja, we zingen, dus dan mag ook gewoon jonge publiek naartoe komen. Ja, maar zijn er ook mannen die van deze film zullen genieten? Ja, het zal je verbazen hoe leuk deze film is voor mannen, omdat de humor tussen die gasten onderling, die is heel erg leuk geworden. En ik denk dat we als mannen het allemaal herkennen dat vrouwen hebben de broek aan tegenwoordig. Niet alleen in de relaties, maar ook op het werk. Er zijn zoveel vrouwen nu in leidinggevende posities, dat je je bijna gaat afvragen, waar zijn wij als mannen nou eigenlijk nog voor nodig? En daar is Jorrit in deze film nou op zoek. Ja, ik denk wel, kijk, die mannen zijn natuurlijk ons unique selling point. Maar die film gaat ook wel echt wel ergens over. Want het gaat ook over Jim, die zijn zoon terugvindt en zo. En dat is een beetje, ja. Er zit ook wel leuk, er zit enige gelaagdheid in, dus dat is wel...
de moeite waard. Ik denk dat het voor. Ik denk niet dat er heel veel mannen primair naartoe gaan. Maar als ze mee moeten van hun vrouw, denk ik dat ze het toch wel leuk vinden. En laten we heel eerlijk zijn, ga niet naar een film waar je geen zin in hebt, hè, mannen. Nou, maar laat me zo zeggen, als Jim er niet in zou spelen en Juvat, want ik vergeet Juvat, Juvat is ook een grapje van me. Ja, dan was ik er zelf niet heel snel heen gegaan. Maar het zijn vrienden die gaan je supporten. En ja, weet je, dat is soms, als man heb je een vooroordeel. Maar als je dan zo'n vrouwfilm kijkt, dan denk je, hey, het is eigenlijk best een leuke film. Dus we gaan het meemaken. Nou, ik denk dat alle mannen het leuk vinden om ernaar te kijken. Ze kunnen er ook een puntje aan zuigen. En ik denk dat vooral mannen die voor mannen gaan, helemaal zullen genieten, ja. Niks anders. Ik ook niet. Ik denk absoluut dat wij een band met elkaar hebben opgebouwd. De hele crew, de mannen. Maar het heeft niet zozeer te maken met dat we allemaal half naakt waren en moesten strippen. Ik denk dat het gewoon te maken heeft dat we er allemaal ontzettend veel zin in en we klikken gewoon heel erg goed. Weet je, Jim is een ontzettend fijne, lieve jongen. Dan heb je Tarik, een ontzettend getalenteerde, vrolijke gast. Eldrik, stoere guy. Martijn, nou ja, wie houdt er niet van Martijn? Het klikte gewoon enorm op de set. En het heeft niks te maken met, er wordt flink gegild. Dat heeft niks te maken met naakte man, strippen, alles erop en eraan. Het heeft te maken met liefde voor elkaar.